Hallo, welkom bij Into3 e-learning. En heeft u een technisch probleem, dan helpen we u vandaag verder met dit onderwerp. Een snelle start-up met Tricker. Tricker is natuurlijk een tekenprogramma voor elektriciëns. En het eerste wat elektriciëns niet graag doen, is natuurlijk boekhouding en plannen tekenen. Ja, het lijkt een beetje verloren moeite, maar we kunnen het u maar gemakkelijk maken. En daarvoor hebben we Tricker. Nu, bij Tricker heb je een bepaalde werkvolgorde en ik zal die proberen nu nog eenvoudiger te maken dan dat Tricker eigenlijk normaal voorstelt. We starten bij het situatieschema. Dat is eigenlijk het grondplan van uw woning. Maar als we goed kijken, dan zien we dus hier al de vierkantjes die staan voor een vierkante meter. En dan kun je nu natuurlijk vanuit een papiertje beginnen je plan over te tekenen, zo nauwkeurig mogelijk. Maar laten we even kijken bij die tekening importeren. Dan zit hier bij dat fototoestelletje. En bij het fototoestelletje dan kijken we even naar bijvoorbeeld bouwplan 1. En we gaan bouwplan 1 binnennemen. Voilà, daar is die al. Kunnen we dat een klein beetje bijsturen? Natuurlijk kunnen we dat bijsturen. Voilà, we nemen dat wat kleiner. Zo, en oké, dan kan die binnen. Zo, het plan is hier. Dat maakt het ons leven iets gemakkelijker. En we kijken naar de afmetingen. 2,10 meter, dat is al 4,80 meter. 4,80 meter is 7,80 meter, dat zou eigenlijk 8 meter zijn. Dus dat betekent dat, om goed te zijn, zou vanaf de buitenmuur van links naar rechts, zouden moeten 8 kotjes hebben. Ik zal even mijn tekening een beetje verplaatsen. Daarvoor heb ik selecteren genomen. Ik zet die klaar net nabij zo'n kotje. En dan gaan we het tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus hij zou eigenlijk moeten komen tot waar hier nu dat markeringsje staat. En dat markeringje is net gemakkelijk om te zorgen dat wij ons plan kunnen heel mooi aanbrengen. Voilà. En dan gaat hij nu exact op de maat staan zoals dat moet. We schuiven hem terug dat hij in het papier staat. En dan zijn we er al. Voilà. Kijk, dus ons bouwplan zit al reeds nu in het systeem. En je zult zien dat dit ons werk massas eenvoudiger zal maken. Een kleine tip. Jawel, we gaan die kleef aan griet eruit gooien. Want die zal af en toe anders vervelend gaan doen. En nu gaan we uiteindelijk naar tekenen, wij kiezen een muur en we zijn vertrokken. Voilà, we zijn vertrokken, we tekenen een muurtje op het plan. Voilà, kan maar zo gemakkelijk zijn. Voilà. Zo, en dat was dus vrij snel even over die muren gelopen. We kunnen nu ook natuurlijk de deuren en de vensters erin plooien, maar dat gaan we in een volgend filmpje steken. Vanaf hier, om heel snel verder te gaan, vanaf hier gaan we nu naar het eendraadschema. Dus we hebben in grote lijnen een idee hoe dat het huis eruit ziet. En we gaan naar het eendraadschema en Tricker heeft al reeds op voorhand al een en ander klaargezet. Dus heeft al een zekeringkast klaargezet met een XVB-kabel aansluiting en een 300 mA. Willen we nu heel snel gaan werken en hier bijvoorbeeld met VOB-draad een stopcontact gaan aanbrengen, dan zie je dat die daar heel snel staat en alles staat ook reglementair al op het plan. We weten natuurlijk allemaal wel dat we tot 8 stuks mogen gaan. Dus in het array zeggen ze, je mag tot 8 stuks gaan en het maakt niet uit, je ziet hem trouwens ook tellen, als je meervoudige stopcontacten zet, dan maakt dat ook helemaal niet uit. Dus je mag tot aan 8 gaan. Vergeet niet, want dat is ook iets waar de keurder toch wel een klein beetje moeilijk kan overgaan doen, dat is dat je daar best toch wel wat tekst bij zet. Dus dat je zegt waar dat wat vandaan komt. En dat kan bijvoorbeeld van de keuken zijn, dan staat hier nog eentje van de keuken, en zo verder, en zo verder. Hetzelfde gaan we ook doen met de verlichtingskringen. Kijk hier even links, voilà, verlichtingskringetje. En daar gaan we ook al direct met VOB al een en ander voorzien. Ik scroll een beetje naar beneden, druk op zo'n oranje balletje. En dan kunnen we weer verder. Dus er is daar een en ander van kringen aanwezig. Dus ze hebben een paar wissels ingestoken. Er zit ergens een dubbelpolige. Voilà. En we weten dus dat we mogen tot aan 10 kringen gaan hier. En ik zal dat eventjes ook doen. Dus we gaan naar 10 kringen.
En dit is het maximum. Eenmaal dat we nu hier aangekomen zijn, ben je verplicht om uiteindelijk een nieuwe automaat te steken en weer verder te lopen. Nu, dit is ook hier. Dit is even een quick start. We gaan snel opstarten. Keren terug naar het situatieschema. Wat is er gebeurd? Er is hier een A- en een B-kring bijgekomen. Als je erop klikt, zal je ook zien dat alles hier al reeds klaar staat. En het ogenblik dat je hier een en ander uit wegplukt, dan zal automatisch dit kunnen geplaatst worden. Dus we kunnen bijvoorbeeld dit stopcontact hier zetten. En het andere stopcontact zetten we dan daar. En die past zich automatisch aan. Dat is prachtig. Die past zich automatisch aan aan de ruimte. Zo. En dat is al weggewerkt. Dat slaapkamertje hier. Als dat daar nu echt staat. En je hebt dat geselecteerd. We gaan een klein beetje inzoomen. Voilà, en dat slaapkamertje staat daar, dat kan dus ook weg terug. Dat is niet erg dat daar per ongeluk die slaapkamer erin gekomen was. We gaan terug naar tekenen en hetzelfde voor de kring B, maar ik zal ze deze keer niet allemaal uittekenen. De deuren van de slaapkamer, dat moet toch even voorzichtig zijn. Dus we hebben een lampje en een dubbelpolige schaap daar. Dus we gaan die dubbelpolen hier netjes buiten plaatsen, want anders wordt dat een probleem. En die gaan we ook buiten de zone plaatsen van het bad, want dat weten we natuurlijk allemaal. En dan zijn we weer vertrokken met de wessels, schakelaars en wat nog allemaal die er aanwezig is. We steken die gelijk hier. Dat zal ik jullie wel nog leren in klas trouwens, hoe dat je heel handig met die zaken kunt gaan werken. Want het zou kunnen gebeuren dat je twee keer moet slijpen aan zijn buur. Voilà, en dan zitten we zover. Dus eigenlijk is het niet meer dan dit. Nu kunnen we dus heel geleidelijk aan gaan afwerken. De keurder zal twee plannen vragen. Inderdaad, schema, situatieschema. En we zijn vertrokken. Voilà, dit is hoe we starten met de trigger. En nu kun je eigenlijk al een heel eenvoudige woning in no time in orde krijgen. Alsjeblieft. Zo, en hebben we weer wat bijgeleerd? Dan helpt u mij door te drukken op de subscribe-button. En natuurlijk mag u ook altijd onderaan nog wat commentaar nalaten. Alvast bedankt!